Zo zie je dus echt geen hol, Suus. Nee. Als je zo tegen die zon in staat te kijken. Maar letterlijk. Nou, wordt lekker gezellig, hè? Hey, hallo. We moeten even op de rode loper. Suus heeft dus een tip voor mij. Want ik weet niet zo goed hoe ik het applaus in ontvangst moet nemen. Ja, nee, dat weet je echt niet. Nee. Nee, dat is heel ongemakkelijk. Dus het is heel ongemakkelijk allemaal. En ik wil eigenlijk gewoon heel graag dat de mensen stoppen met klappen. En dat ik dan kan zeggen, en de Suus, bedankt, super bedankt voor de muziek. Ik ben zo blij dat je erbij bent. Maar dan zit ik dus de hele tijd naar Suus te wijzen, terwijl iedereen aan het klappen is. En dat is weer super aardig. Dat is heel ongemakkelijk voor mij. Ja. Dus, Suus gaat mij nu buigles geven. Ja, een buigtutorial. Nou. Oké, Suus, kan je mij alsjeblieft uitleggen hoe je applaus in ontvangst neemt? Heel en hoe je zelfs dan buigt? Ja, graag zelfs. Oh ja? Was het zo erg? Het is heel erg. Ja, het is heel erg. Okay. Zal ik anders even voordoen hoe jij het doet? Ja, ja, doe even voor hoe ik dat doe. Oké, moet jij even applaus doen? Ja. Woehoe! Oh ja, nee. Dat is een beetje een andere. En je deed ook nog een buiging in die nee, zag er wacht zo uit. Oh mijn god. Ja, dat applaus. Ik kan je wel vertellen, dat applaus is echt het allerergste van ja, de voorstelling. Ja, jij vindt dat jij het applaus niet verdient, hè? Nou, dat zeg ik niet, maar ik vind het wel het ergste moment, want ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik denk echt, nou, kappen nou met dat klappen. Ga naar huis. Nou, dan gaan we even stappenplan af. Ja, ja, stappenplan, ja. Okay. Maar dan moet ik daar gaan staan, want dan kan ik het beter zien, toch? Ja, want je zien, moet toch? Wel mijn helemaal... Het hele lijf van Suus. Het hele lijf. Deze techniek heet dus de dolfijn. Je moet zo lang mogelijk contact houden met het publiek. Dus ik kijk je aan. Ja. En dan buig je, maar dan blijf je aankijken en dan gaat je hoofd naar beneden. Ja? En je hoofd moet ook als eerste weer omhoog. Dus het heet heel fijn. Dus je zou kunnen denken, dat is fijn. Nee, serieus. Ja, nee, dit is echt waar. Wacht even, wisten jullie dat? Ik wist het echt niet. Dit is echt nieuws voor mij. Dus je maakt even contact met het publiek. Je gaat staan, je doet je handen achter je lichaam of het niet. En je kijkt God. Ja, dit is echt... Oh, wat heb ik... Ik heb echt 5 voorstellingen zo verlul gestaan. Oh, nou ja, dat weten we dan ook. Lekker aan het eind van het festival. Nou, ik ben wel heel erg blij met je tip. Maar dan ga je zo meteen eens wel doen. Zullen we het dan even oefenen nu? Dat jij dan even de selfie vasthoudt en dan ga ik daar staan. Ja, dit voelt heel ongemakkelijk, want ik voel me heel erg in de haar. Ja, je moet er maar dat... Daarom... Niet door je knieën. Ja. Super bedankt voor je tips. En ik ga ze in de laatste show toepassen. Wauw, zie je allemaal altijd. Dankjewel voor deze tutorial. Thanks, Dudy. We gaan over 5 minuutjes knallen met die ballen. Oh, yeah.